Het ontslag van de 1100 thuiszorgmedewerkers van Sensire gaat nog niet van tafel. Dat werd maandag duidelijk toen staatssecretaris Van Rijn naar Varsseveld kwam... om te praten over de situatie bij de zorgorganisatie. Van Rijn deed de toezegging dat waarschijnlijk een groot deel van de mensen aan het werk kan blijven... maar onder welke voorwaarden dat is, blijft onduidelijk. De Sensire-medewerkers hebben daarom besloten na het vertrek van Van Rijn... om voor de deur van het Sensire-hoofdkantoor in Varsseveld een klein kantoor te runnen tot volgende week... Vanuit dit kantoor gaan zij een grotere actie voor volgende week maandag 2 september voorbereiden. Vaccinelicht houden gooien. Erwin Lensink uit Winterswijk heeft bezwaar gemaakt tegen het gebiedsverbod dat hij kreeg... toen prinses Beatrix in Winterswijk Villa Mondriaan opende. Lensink eist nu de excuses van burgemeester Thijs van Beem... omdat hij op zijn last een gebiedsverbod werd opgelegd. De commissie bezwaarschriften van de gemeente komt binnenkort met een advies. Minister Henk Kamp uit Zutphen heeft er op Twitter flink van langs gekregen van hoogleraar Roos Vonk van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb zin om dat uitgestreken smoelwerk van Kamp op zijn bek te slaan. We worden verneukt, zo staat op Twitter te lezen. Ze was boos op de uitspraken van de minister over de mogelijke boring naar schaligas. Een paar uur later liet ze weten dat ze even uit haar slof schoot en bood haar excuus aan. Boer Toon Hulzhof uit Liefulde werkt sinds korte tijd met een programma CowView. Daarmee kan hij via zijn mobiele telefoon de koeien in de gaten houden. Als een koe te lang op de grond heeft gelegen, krijgt Hulzhof een SMS omdat dat kan duiden op een ziekte bij de koe. Ontwerper van het systeem is GEA Farm Technologies. Het programma is bedoeld voor bedrijven met minimaal 200 koeien.